Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag hebben we een Primark shoplog. Ja. En wat gaan we vandaag? Hoeveel? We hebben allemaal dingen gekocht die we eigenlijk niet nodig zijn. Nou, jawel. Sommige dingen. Ja, en het is ook leuk. Ja. En we hebben ook nog wat dingen gekocht bij Kruidvat. Want daar komen we natuurlijk eenmaal vaak. We zijn ook lid van de Kruidvat Squad. Maar ja, we kwamen sowieso al vaak bij de Kruidvat. Dus dat zullen we ook laten zien. Maar wil jij je schoenen als eerst laten zien? Ja. Want we zijn eerst via Zuid-Laren naar Groningen gegaan. En omdat Indian Jazz een nieuwe een bankrekening hebben, kregen ze een extra bon erbij voor een sportwinkel. Ja. En die sportwinkel heet, ik denk dat je het uitspreekt als Rugti. Rugti. Ja. Schoenmode en sportshop. En daar hadden ze een bon van. En Jazz had er helemaal geen behoefte aan. Dus heeft Indy beide bonnen gebruikt. En dus heeft ze nieuwe schoenen. Yes. Fancy. Ja, het zijn Nikes. Ja. Nike Airs, hè? Ja, ik vind ze heel cool. Ja, ze had witte vorig jaar. En dus die waren helemaal van leer, maar deze hebben ook wat meer stof. Ja, dus dit is mooi. Wat nieuws. Hip. Goed, en toen zijn we doorgereden naar Kruidvat, even in Zuid-Laren, maar ook Kruidvat in Groningen. Zullen we dat eens laten zien? Maar dat is maar een heel klein beetje, hè? Ja. Okay. Voordat we verder gaan, willen we toch nog even iets kwijt. Want je hoort mij altijd het meest praten. En dat is eigenlijk heel logisch. Maar we hebben de laatste tijd best wel een paar niet zulke leuke reacties erop gehad. Yeah. En ik was er echt wel eigenlijk heel erg van overstuur. Indië weet ook wel waarom. Ja. Wil je het zelf uitleggen? Ja. Ja. Want er zijn wat reacties gekomen over dat mama mij niet laat uitpraten. En dat jij, mama, dus het meeste praat en ik dus niet. En daar zit dus ook een reden achter. Dan ben ik sowieso een kletskous, hè? Ja. Ja. Het is één, omdat namelijk mama die doet het meeste werk hier met YouTube. Dus het mailen, het kopen van dingen. Dus zij weet het meeste van een product af en ik dus meestal niet. Ook het mailen met PR-bureaus, ja, het afhandelen, zoals de winactie met die maskertjes. Kijk, Innie heeft dan de foto's gemaakt voor de maskertjes van de animal sheets van 7-Eleven samen met Iris op de camping. Maar mama moet het dus editen en zo. En ze 10 adressen regelen, versturen. Ja. En ook met YouTube-video's, ze edit alles. Ze plaatst alles, de hashtags, de hele bio of de hele beschrijving. Ja. En dat lijkt misschien weinig werk, maar dat is het absoluut niet, geloof me. En, maar goed, die reacties zijn naar en dat is niet nodig. Er waren echt reacties op dat ik dat kind moet laten uitpraten. Dit ging vooral om de video van AliExpress Shop nog. Ja. Oh ja, wacht even. Ik ben niet dat kind, ik ben Indy. Dus dat moet en even, het is mijn dochter, niet dat kind. Nee. En het ging vooral over dat ik jou niet liet uitpraten. Of omdat ik bepaalde dingen wel wist en dat ik ze daarom zei. Soms vallen er andere stiltes en dat moet ik allemaal uitediten. En daar heb ik gewoon geen zin in. Nee, dat is soms heel awkward. En we zijn ook heel snel aan het praten, dus dat kunnen wij. Ja. We hebben maar een half woord nodig en dan weten we wat we bedoelen. Ja. Maar in het geval van de AliExpress shoplog had ik ook alles besteld. Wist ik de prijzen en wist in ieder geval sommige dingen helemaal niet dat ik ze had besteld. Want toen had ze het heel druk ook op school, omdat het de laatste schoolweken waren. Ja. Maar goed, ik vind het gewoon een beetje jammer, want we doen namelijk heel hard ons best. En er is nog steeds een verschil tussen ons. We zijn dan, tegenover jullie lijkt het net alsof we beste vriendinnen zijn. Maar jullie moeten niet vergeten dat ik de moeder ben. En Indy nog steeds mijn dochter. En er zijn natuurlijk regels. En jij doet dus. Ik regel ook de grote dingen achter de schermen. En Indy zit voor de camera mee te doen en doet ook wel achter de schermen wel dingen hoor, want zij moet altijd opruimen. Maar dit willen we toch even kwijt. Ik weet dat het even een lang verhaal is, maar het maakt mij gewoon echt wel verdrietig dat mensen zulke soort dingen denken. Terwijl ik juist heel, heel veel voor jou doe eigenlijk. Ja, dus dit is sowieso even een tip. Vertel ons niet, maar sowieso over het algemeen YouTubers niet. Dat, dat ze iets doen terwijl je ons helemaal niet kent. Want nee, er waren ook nog mensen die er gereageerd hadden. Die nooit reageren op onze video's. Nee, maar het is ook, je ziet niet dingen achter de schermen. Je ziet alleen dingen hier. En nog een dingetje. Ik maak soms heel lange verhalen ergens van. Dus daarom moet ze mij ook wel eens afkappen. Want anders ga ik namelijk door. Ja, dat klopt. Dus, anders wordt de video extra lang. Je kan heel lang doorgaan. Ja. Nou, zullen we verder gaan? Ja. Dat waren de mededelingen. Oh, ik heb nog één mededeling. Wij willen geen fanaccount. En dat komt, we hebben nou één fanaccount. Die beheert een vriendin van mij. En dat is Sassy Fans for You.
En daar mag je je foto heen sturen, je fan art en weet ik veel wat allemaal. Maar je mag onze foto's niet zomaar gebruiken op Instagram. En we willen ook geen fanaccount, want op dit moment zijn we nog te klein. Ja, dat kan ons schaden. Dat kan ons echt schaden als je foto's zomaar van ons gebruikt. Ik wil het gewoon niet hebben. Nee, er zijn namelijk mensen en die... En ik heb net een hele brutale in de DM gehad. Dus, en die had ook gezegd van, nou, dan ga ik het nu voor iemand anders wel beginnen die wel onze fans geeft. Toen dacht ik echt van, die wel onze fans geeft. Sorry, we're talking about. Wij geven weet het even, ja. Nu nog niet. Na de 10.000 abonnees, dan start je fanaccounts maar. Ja. Maar niet eerder. Nee. Ga verder, wat hebben we gekocht bij Kruidvat? Schriften, want ik ga straks naar de tweede klas. En ik heb weer schriften nodig. Dus en dan denk je, gidsen, wat lelijk. Maar wat doet Indy ermee? Ik maak stickers en ik teken erop. Ja, dus laten we binnenkort ook zien. En ik, wat velen niet weten, is dat ik dit spaar. En dat zijn mini fingerlings. En dit is serie 2. Ik had trouwens 5 zakjes. Ik heb alleen uitgepakt. En die hangen allemaal in de kast. Ja. Maar nu zitten in serie 2 draakjes en zo. En nou ja, ik heb nog geen draakje gehad, maar ik heb wel een slot. Ja. Een luiaard gehad. Ja, en geloof me. Ze heeft er veel. Ja, zullen we binnenkort laten zien. En laatst hebben we de Catrice make-up video natuurlijk gemaakt. Back to school. En toen had ik het ook over dat ik graag wel een wenkbrauwpotloodje wil uitproberen. Omdat ja, het was geen potlood. Nee, het is een pen. Een micro pen. Maar die was veel te licht voor Indy. Ja, dat krijg je nog nooit voor elkaar met die lamp zo. Maar nu hebben we dus in ieder geval een donkere kleur gekocht. Ja. En als we toch bij de beide kruidvatwinkels waren, hebben we natuurlijk even goed geschud. En geshaked. Want we hopen dat we weer pakjes met 3 hebben. Kijk eens. Ja. Primark. Yes. Nieuw cadeaupapier. Deze vonden we leuk. Deze heeft hele schattige. Avocado. Zie je dat wel in het licht zo? Ja. Soort van. Ja. Avocado's. 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 En deze. Een soort marmer, maar dan in het zwart of zo. Ja, met, gouden lijntjes eroverheen. Altijd als ze bij de kassa staan, gaat mama meteen zo van, oeh, pakpapier. Ja, maar het is altijd handig. En we hebben heel veel en ze hebben er ook heel veel meisjes pakpapier. Maar goed, er zijn ook jongetjes die het niet leuk vinden als ze pak cadeautjes krijgen in prinsessenpakpapier. Dus dan moet je af en toe wat anders hebben. Ja, dus... Wat hadden we nog meer? Oh ja, ik heb het meeste gekocht, maar ja, ik heb het ook betaald. We vonden van alles van Minnie Mouse. En ik ben gewoon gek op Minnie Mouse en Mickey Mouse. Maar Minnie Mouse het meest. En ik heb wel wat dingen van Minnie Mouse met rood. En ik vind het mooiste, vond ik juist, de Minnie Mouse met roze. En ik zit te branden. Ja. Oh. En de laatste tijd waren er wel heel veel dingen van Mickey Mouse met marmer, roze en goud. Maar niet van Minnie Mouse. Maar nu wel. Ja. Dus dit zijn mappen. Dit zijn van die, hoe noemen we dat eigenlijk? A4 flat holder. Dus dit is eentje. En hier achterop zie je een andere. Ja, ze hebben er heel veel van dit soort dingen op het moment. Deze vind ik echt super leuk. Want ik heb er ook nog een notitieboekje bij. Yes. En aan de zijkant is die goud. Dat zijn de bladzijden zo. En kijk, binnenin. Wat ik nog grappiger vind is het feit dat jij eigenlijk niet naar school meer gaat. En gewoon zoveel dingen hebt gekocht. Een notitieblokje kopen. Ja, want ze heeft ook nog pennen gekocht. Ja, maar die gebruik ik wel. Want ik gebruik ik altijd pennen. Maar deze is van Mickey en Minnie. En je hebt... Lunesses. Oh, daar heb ik wat leuks bij. Wacht. Die kwam. Lunesses van Minnie Mouse en Mickey Mouse, maar dan met roze. Kijk, de Mickey Mouse zonder strikjes. En wat leuk was, dat hadden we ook bij Kruidvat. Die zat in de Primark tas, want die paste nergens in. Die waren voor de helft van de prijs dus 1,50. En het zijn er 4. Het zijn mini prikbordjes. Nou, het zijn er 4. Of enfin, 3. Sorry. Maakt niet uit. Nou, zie je, nou weet ik een keer iets. Nee, grapje. Dit zijn de 3. En daar kan ik die punaises op gebruiken. En Indy en Jess krijgen dan elke een andere. En hier zitten nog punaises bij. Dus voor 1,50. Ja. Uitverkocht. Hier. En... Nog meer in? Oh. Ja. Oh ja. Die is van jou. Oh. 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 Ik heb een tacklepen. Want wij hebben tackles. Dus ik kon deze niet laten liggen. En ik heb een pen van Friends. En die was in de uitverkoop voor Central Perk. 1 euro. Scherp. En jij hebt ook op deze, die was ook in de uitverkoop. Ja, ze hadden heel veel. 2 euro. Ja. Nieuw telefoonhoesje.
Ja, je ziet de glitters niet heel goed, want het zijn echt allemaal. Echt allemaal kleuren, maar wel echt roze, turquoise en goud. En er staat bonjour op. En over het algemeen dan begroet ik heel vaak mensen met bonjour. Nou, als jullie ooit cadeautjes voor me willen kopen, de meesten weten het wel, waar ga ik altijd heen? Voort naar de Primark. Kaarsen. En mijn favoriete geur was in deze hele grote pot met een houten deksel. Ja. Supermooi. En dit is Clean Cotton. En deze, die weet ik niet hoe die heet. Wacht. Dat is die fruitgeur. Hot Pink. Hot Pink. En die was nou in de uitverkoop. En die was nu 1 euro in plaats van 5. Ja, en die heb jij ook heel zomer, ja, maar dit waren de zomergeuren. Lekker. Hey, wat zit er meer in? Sponsjes haal ik ook tegenwoordig gewoon bij de Primark. Gewoon blenders. En dan vooral voor de donkerroze. Ja. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Dus. Zit nog het in voor Jess' verjaardag voor tractatie. Dus dat laten we even niet zien. Hey, ik had hier 2 van. Het zal in een andere tas zitten. Donuts voor in je haar. Maar dan voor 2 kleine knotjes. En die waren maar 50 cent. Daar zoek je altijd naar. Maar ook ja, maar dat komt omdat ze heel vaak niet in het donkerbruin zijn. Wel in het zwart of in het blond. Tweede tas. Jee. Zal ik beginnen met deze? Want deze pluist heel erg. Deze gaat ook eerst in de was. Die heb ik op de mannenafdeling gekocht. Het is namelijk een hele grote hoodie. Ja. Oh, hij pluist echt heel erg. Maar het is gewoon een grijze hoodie. En dit is gewoon lekker als je... Ik laat hem ook verder niet zien. Hij pluist heel erg. Ja. Wat ik ermee ga doen is meestal verknip ik wat en naai ik wat anders aan. Ja. En ik maak er strijkplaatjes op. Ja. Oké, en dan... Oké, even. Je moet even wat binnenste buiten trekken. Doekjes. Dit zijn wat diepe reinigingsdoekjes. Maar die haal ik altijd bij Primark sowieso doekjes. En dan heb ik hier nog een hoofddoekje, bandana, of hoe je het wil noemen. Ik heb deze ook al in het gewoon roze. Ook in deze kleur, maar deze opdruk is zachter. En die was nu maar 50 cent. Okay. Heb ik trouwens deze ook ooit laatst bij de Puma. I did it. Ik heb een nieuw trui shirt, kraagje. Gewoon een shirtje, gewoon een long sleeve shirt. Ja, met kom, maar deze kun je overal onder jurkjes en... Een trui en shirt of... Ja, dat kan ook. Ja, en deze vond ik heel cool. Hij zit ook heel strak en zo, dus daar hou ik van. Ja. En hij is zacht. En, sorry, ik kon hem weer niet laten liggen. Ook nog een tasje ervan. Niemand. Ja. Nou, ik kan wel weer beginnen op de middelbare school. Oh, daar zijn mijn andere buns. Mijn donuts, vriendje haar. En je hebt altijd deze dingen. Ja, maar dit waren... Ik kon de gewone niet vinden, die roze. Dus ik heb andere... Ja, dus er staat ook wel 100% katoen. Dus ik weet niet, het zijn die grote ovale wattenschijfjes om gezicht mee te dragen. En wat ik altijd meeneem zijn haarknipjes. Want laat eens weten, wie raakt ze ook altijd allemaal kwijt en kan weer nieuwe halen. Ik heb niet superveel haarknipjes. Ik heb alleen van die gekleurde. En die hou ik heel vaak bij elkaar. Ja, oké. Met schuifjes en gewone knipjes zijn heel vaak kwijt. Ja. En dan de topper van de dag. En dat is ook gelijk het laatste. En ik heb ook nieuwe schoenen. Okay, maar een stuk goedkoper dan in die haar Nikes. Oké, wacht even. Hier wil ik een heel kort verhaal over vertellen. Oh. We liepen door die... Kort, hè? Ja, we liepen dus door dat gedeelte heen met de tassen, schoenen, et cetera, et cetera. En... Even kijken bij de Minnie Mouse tassen en zo. Ja, want het staat altijd... zwart met rood en... Er staat altijd één zo'n rek naast de roltrap. Ja, naast de roltrap. En dan ga je... Zie, we vullen elkaar aan. Ja, en daar kijk jij dan altijd. Daar ren je even heen. Van kijken. En ze liep daar echt heen. Wij liepen daar gewoon achter eraan. Ze liep erheen. Oh my god! Ja, ik heb gegild. Sorry, andere mensen keken me aan. En ik liep alvast weg. Gewoon tussen de tassen door. Zo van... Nee, een grapje. En dan is nog maar de vraag of het in mijn maat was. En dan hing er echt nog maar 1 in mijn maat. Ja. Ze zijn een stuk goedkoper dan in die Nike Air Max. Maar hey, ik ga er ook niet elke dag op lopen. Deze zijn echt voor de show. Want ik heb... Hoop, niet laten vallen. Goed zo. Minnie Mouse schoenen! Oh my god! Met achterop hartjes glitters. En de zijkant Minnie. Minnie. Binnenkant zijkant niet. Overal staat ook Minnie op. Hoe leuk zijn deze gimpen! En deze kostte 16 euro. Ja, sorry. Ik kon ze niet laten liggen. Ik zie dat ook nog best wel lekker. Het lijkt me ook gewoon nog wel dat je dit straks gewoon op een plankje gewoon neerzet. Met allemaal lampjes eromheen. Zo van, aanbid de schoenen. Ja. Ja, maar deze zijn toch echt leuk. Het is ook nog met roze. Dat zijn wel mooi. Voor de tasmalen van. Ja, dus echt blij met deze laatste vondst.
We hebben helemaal geen prijzen genoemd, maar... Het meeste was best wel goedkoop, want we hebben heel veel in de uitverkoop gevonden. Ja, dus dat was het, onze Primark shop nog. Ja. En je hebt ons kunnen zien shoppen in de weekvlog en we doen de shoplog daarna pas. Dus ik weet dat het een beetje raar is dat jullie niet kunnen wachten naar die vlog van die shoplog. Oh. Want we hebben in de vlog ook gezegd van we weten niet of we het laten zien in deze vlog of in de shoplog. Maar de vlog wordt anders te lang, dus daarom alleen de weekvlog en de shoplog apart. Ja. Jee? codewoord voor vandaag is Minnie Mouse. Ja, want het is een hele nieuwe verzameling alweer. Nou, niet nieuw. Nee, ik heb ze al jaren. Maar ik bedoel, toen ik klein was, had ik allemaal een Disney doos. Doos met allemaal Disney. Ja, echt. Als ik dat nu had bewaard, joh, dat was gewoon wat raad geweest. Nee, volgens mij heb ik het niet meer. Ik heb hem weggedaan. Je bewaarde nooit je oude spullen. Ik had zelfs een Coca-Cola verzameling. Als ik die nou nog had, was echt geld waard geweest. Nee, had je een Coca-Cola? Ja. Waarom heb je dat niet bewaard, man? I don't know. Dit was het. Ja. Vond je het video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Druk nog even op die abonneerknop en op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. En dat is belangrijk. Yeah. En we houden wel van elkaar. Ja. Weet je wanneer? Als je nou lippenstift op je wang krijgt. Bedankt voor het kijken allemaal. En abonneer je hier. Op ons kanaal! Woe! Yeah! Doe allemaal bedankt voor het kijken! Mwah!